Paarden draaien. Start gevallen. Inderdaad, een hele korte draai voor Gábor Ráíz, maar hij is wel goed weggekomen. De leiding is zoals aangekondigd door de rijder zelf, Dion Tesselaar, voor Hey Gerrit de Lange. Hey Gerrit de Lange, die gaat als eerste naar de bocht toe. Daarachter gaat aan de buitenkant nu naar voren Jeffrey Miras met Henry Monami. Die probeert voorbij te komen aan Ruud Pols. En dat lukt ook, want Ruud Pols zijn paard gaat nu van de benen. Gerson Boko. Gerson Boko was goed weg, maar verliest nu zijn positie. Ligt in de staart van het veld. En nu ligt Tesselaar op dit moment 1 en 2. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Leiding aan de binnenkant was voor Hey Gerrit de Lange. We praten in de verleden tijd, want het is Henry Monami die nu voorbij gaat. Daarachter op plek 3 volgt Loverboy Vrijthout. Zo gaan we het scherm voorbij. En zien we de paarden nu wel weer. 21-9 uit de banden is de eerste tussentijd. Gábor Ráíz ligt vierde. Vijfde plek aan de relingzijde is voor Hoewel. En aan de buitenzijde komen nu wat paarden naar voren. Paarden die wat positie goed willen maken omdat ze niet zo goed weg waren. En één daarvan is de deelnemer die van de benen ging. Die begint nu op te schuiven aan de buitenkant. Gerson Boko. Gerson Boko maakt het terrein goed, komt op plek 4. De rest van het veld ligt op ietsje achterstand. We hebben een pelotonnetje van 5 paarden en daarachter een tweede peloton. En dat eerste peloton dat wordt met grote stappen aangevoerd door Henry Monami. Henry Monami komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Uit de start van het veld komt nu heel snel naar voren Howie Star. Howie Star begint het terrein goed te maken met Jaap van Rijn. En de paarden komen voor de tribune langs. Tempo 19-8. Niet al te veel tempo. En dat helpt natuurlijk ook Howie Star. Want die komt lekker naar voren. Pols heeft hem al zien komen met Gerson Boko. Vraag is of hij er ook langs kan, Howie Star. En zo gaan we de voorlaatste bocht in. Dat is de runnersbocht of de bergbadkamerbocht. Het is maar wat u wilt. De leiding is in ieder geval in handen van Henry Monami. Daarachter op plaats 2 aan de relingzijde ligt nog altijd Tesselaar met Hey Gerrit de Lange. Derde spoor, maar wel de derde plek voor Howie Star. De vierde aan de relingzijde is Loverboy. En daarachter volgt in het tweede spoor Gerson Boko. Derde spoor is ook aan een opmars begonnen. En die is ook aardig opgeschoten, Fernando Meadow. De binnenkant zit vast, Hoewel. We gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En de leiding is daar nog altijd in handen van Jeffrey Miras. Henry Monami, tussentijd 17 rond. Henry Monami, Hey Gerrit de Lange, Howie Star. Daarachter aan de reling zei de Loverboy Vrijthout. Buitenkant gaat nu naar het... Uitgeschakeld nummer 11. Nummer 11, galop en onregelmatig. Gaat nu naar het derde spoor, Fernando Meadow. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding is nog altijd heel makkelijk in handen van Henry Monami. Daarachter gaat zich nu opmaken voor de slotaanval Hey Gerrit de Lange. En de rest van het veld moet even passen. Deelnemers zijn in de laatste... De rechte lijn. Het wordt een Tesselaar. Maar welke Tesselaar? Miras aan de binnenkant. De werkgever aan de buitenzijde. Het is voor je cv altijd goed als je terugvecht. Als je geklopt wordt, slaat dat ook niet slecht op de cv. En dat gaat wel gebeuren. Hey, Gerrit de Lange is er langs. 14-5, de laatste 500 meter. Henry Monami tweede. Gábor Ráíz wordt derde. 18 rond voor de winnaar.